Joop Stijn. En ik ben Sven. En welkom bij deze gloednieuwe serie. Dat wij met een racefiets gaan trainen in Limburg. Echt gigantisch mooi hier. Dus welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bicycle TV Limburg. Ja, het is al ochtend, Sven. Ik moet opstaan. Oh, het is dan bijna klaarstaan, zie ik. Ja, ik heb het helemaal gedekt. Not! Dames en heren, wij zijn eigenlijk gewoon helemaal klaar. Het is namelijk ook de laatste dag. Het is namelijk al zondag. En we zouden gewoon een klein weekendje gaan. Het was hartstikke leuk. We gaan zometeen nog eventjes lekker rondje fietsen! Van 70. Rondje van 70 fietsen. Heel goed zo. En daarna gaan we nog eventjes lekker rodelen. Dat wordt hartstikke leuk. Blijf zeker kijken. Dat gaan we na het fietsen doen. Kijken of we dan nog op tijd zijn. En ja. Ik rond me af, want Sven gaat zitten kloten. Dit zijn mijn tassen. En Sven die moet er natuurlijk veel langer over doen dan ik. Want Sven is gewoon een lui kind. En ja, ondertussen ga ik er nog maar even lekker naar de paardenstoel lopen, hè? Hallo, lieve vriendjes en vriendinnetjes. Hallo allemaal. En dan komen er nu... weer beelden dat wij lekker aan het fietsen zijn. En hier heb ik mijn tas staan. En ik heb net de beelden teruggekeken. En Stijn, ik ben niet lui. Want ik heb gewoon alles netjes op mijn kamer opgeruimd. En Stijn, jij hebt alles als een meutje achtergelaten. Ik heb net gedacht. Ja, laat ik gewoon even een TikTok opnemen voor ons TikTok-account. En je ziet ons TikTok nu op Stijn's hoofd. En hij staat ook zeker weten in de beschrijving dat je die kan checken. Want... ja, je moet zeker even volgen om op de hoogte te blijven van wat er gaat komen op ons kanaal bij Bicycle TV. En doei Valkenhof. Who you calling baby baby? Who you calling baby baby? We zijn hier nu in Valkenburg naast de kasteelruïne. En hier is de inrit van de Kouberg. 12%. Dan gaan we nu even lekker beklimmen. En gaan we via deze hele mooie afdaling die we net ook al hebben gedaan weer naar beneden. Who you calling baby baby?
sprint, sprint, sprint! Kom aan, Sven! Kom! Oké, okay, dames en heren. We zijn bij de Keutenberg. Die gaan we even beklimmen. En dan begint hij nu. Keutenberg. Maar het is in ieder geval de laatste klim met 10% stijging. En dit is hem, hè? Ja, dit is hem. Ik krijg wel dat 10% is, joh. Oké, okay, ik ben alvast die berg op gesprint. Gewoon voor de laatste energie van vandaag. En ik sta hier al een tijdje. En hier komt Senna. Ja, zoals jullie zagen hebben we er nu 72 kilometer op zitten. We doen nog eventjes een klein stukje, tot de 74 ongeveer. En dan gaan we rodelen. Ik heb er zin in. Ja, we zijn weer terug. We kunnen natuurlijk niet het huis in, maar we zijn wel bij Valkhof. Want die is gewoon nog onze auto geparkeerd. Gaan we even omkleden, kunnen we straks naar de rodelbaan. Maar hebben we ook nog even wat leuks te vertellen aan jullie wat we hebben gedaan. En kan je ook in de link van de beschrijving de route downloaden voor GPX. We hebben, dit rondje is gewoon 73,11 kilometer lang. En hebben we een tijd over gedaan van 3 uur en 26 minuten. Onze max snelheid was 60 km per uur. Prima snelheid en een gemiddelde snelheid van 21 km per uur. Ja, en we hebben dan 950 hoogtemeters gemaakt bij dit mooie tochtje. En daarmee kan je hem ook wel echt lekker afsluiten. Bij je startlocatie bij ons is dat van Schimmend. Ja, dames en heren, wij zitten nu in de auto op naar Valkenburg. Want daar is de rodelbaan waar we naartoe gaan. We zijn nu geparkeerd op de parkeerplaats. Hierachter, deze gebouw hier, is de rodelbaan. Gaan we straks naar boven. We gaan eerst even ticket kopen dat we hier mogen staan. En dan gaan we zo even rodelen. Ik heb er zin in. Who you calling baby, baby? Ja, ik heb een muntje. Kunnen we de rodelbaan in? Ik heb er onwijs veel zin in. Is die leuk? Dit is stom! Toeleuk! Dit is echt super hard! We moeten nog een rondje. Hey Sven, hoe was de eerste baan? Leuk. Hi. Dit was het en dan gaan we nu weer terug. Face in your face. En ja, hebben we ook een. Ja, zeker lekker, mevrouw. Hartstikke lekker. Ja, wij zijn ondertussen terug van het rodelen. En wij zijn eventjes terug naar onze accommodatie Valkenhof. Daar hebben we even de fiets opgehaald. En dan gaan we nu verder naar de plek waar we lekker gaan zwemmen. En daar zien wij jullie zo meteen gewoon weer terug. We'll be right back.
zwemmen. Dat is het plan. Supergoed. Nou, doei. Ja, we zouden net gaan zwemmen. Hebben we niet gedaan. En daarom zitten we nu hier bij een restaurantje. Ik heb een heerlijke cassis en ik heb net een Bora pizza besteld. En Sen heeft een bacon cheeseburger. En gaan we lekker eten. Totdat het eten is. Maar omdat we niet gaan zwemmen, gaan we dan even in de speeltuin spelen. Hè? Want dat is ook leuk natuurlijk. Hè? Want we zijn allemaal nog kleine kindjes. Dus let's go. Oké, dit was dus de speeltuin waar alles misging, zeg maar. Ja, en op dit moment ging het helemaal fout, want ik stond daar boven en ik durfde eigenlijk niet meer naar beneden. En toen ben ik gewoon maar weer teruggegaan, want ik durfde niet meer verder. Dit is helemaal misgegaan, ik stop er maar mee. Doei! Oké, ik zat dus daar boven op het dak en toen kon ik eigenlijk niet meer verder, want ik wilde eigenlijk hierheen. Maar dat ging dus blijkbaar niet, want ik ben een wielrenner en geen acrobaat. Ja! Hier eindigt het lekkere, leuke weekend op de racefiets in Limburg. Zoals je ziet ben ik weer thuis. Sven is ook lekker thumbnails aan het editen. Deel 2 van deze serie aan het editen. En dan vragen wij jullie te abonneren. Een duimpje omhoog te doen. En dan zien wij jullie gewoon volgende week weer. Bij gewoon weer een video. Doei!